Welkom bij de I Am Groots podcast. Ik ben Siska, oprichter van I Am Groots. Ik help ondernemers om hun bedrijf heel stevig neer te zetten en te laten groeien, zodat zij meer grip krijgen op hun bedrijf, op hun klantenstroom, op hun omzet en daarmee op hun leven en vrijheid. In deze podcast neem ik je mee in mijn avonturen als ondernemer en deel ik al mijn tips met je over ondernemen en hoe jij jouw bedrijf ook kunt laten groeien. Heel veel luisterplezier. Hey, hallo. Fijn dat je weer luistert naar weer een nieuwe aflevering. En laten we er vandaag gewoon meteen lekker induiken. Het is november en dat betekent focusmaand hier bij I Am Groot. En waarom nou focus en wat is focus ook? Want het is een nogal misbruikt begrip, vind ik. Maar waarom? Focusmaand is voor mij heel belangrijk, omdat ik de laatste, het laatste jaar zou ik bijna willen zeggen, zoveel ondernemers heb gezien en heb gesproken en heb begeleid. En eigenlijk bijna iedereen struggelt met tijd en met energie en het doen van de juiste dingen. Bijna iedereen maakt zich te druk, is te druk en denkt dat je alleen door keihard werken jouw doelen en dromen kunt realiseren. En het is ook niet gek, we leven natuurlijk ook echt in zo'n maatschappij waarin dat heel erg normaal is. En als je niet druk bent, dan doe je het bijna niet goed. Dus dat is ook wat we continu om ons heen zien. En wat je ook wel eens hoort, hè, van nou, ik werk harder dan mijn concurrent, dus dan win ik het daar wel op. En dat is niet per se hoe het werkt, naar mijn mening. Dat is niet per se hoe je het op de meest fijne en fijne, makkelijke en plezierige manier je business kunt bouwen en kunt runnen. Het kan ook op een andere manier waarbij je veel meer ruimte laat om creatie en inspiratie te laten ontstaan vanuit een flow en vanuit de juiste energie. En die dingen die vanuit de juiste energie gecreëerd zijn, die werken altijd. En die werken altijd zoveel beter ook dan die dingen die je vanuit een soort forceermodus hebt gecreëerd. En vanuit wilskracht, van het moet en het moet nu. En nou, trust me if I say, ik weet hoe het werkt. En ik werkte eerst zelf eigenlijk bijna altijd vanuit die laatste modus. Vanuit dat forceren en vanuit het moet nu en het moet goed en het moet perfect. En het moet zoals ik het wil. En in heel veel gevallen vielen de resultaten dan eigenlijk altijd tegen. En de afgelopen jaar heb ik echt moeten leren en was dat echt een cadeau. Dat het ook op een andere manier kan. En dat het ook op een veel vrijere en relaxte manier kan. En dat de resultaten eigenlijk alleen maar beter zijn en beter worden. Alleen je spreekt eigenlijk hele andere resources aan. En dat is die van jouw eigen energie, van je intuïtie, van je helpers. En dat gebruik je in het creatieproces. En in het bouwen van je business day-to-day. Dus daarom wilde ik zo graag een focusmaand, deze maand november, waarin we samen daaraan gaan werken en waarin ik je allemaal handvatten ga aanreiken, allemaal tips, concepten en ideeën ga geven hoe jij het in jouw bedrijf heel concreet op een andere manier kan doen en veel meer to the point en waar het echt over gaat en wat echt het verschil gaat maken. Want ik zie zoveel mensen die bezig zijn met eindeloze to-do-lijsten waar dingen op staan waarvan ik denk, ja, is allemaal leuk, maar moet dat nou per se en moet het nu? Dus je website perfectioneren en je logootje knutselen en je kantoortje helemaal prachtig inrichten en prachtige social media posts schrijven 5 keer in de week. Ja, is allemaal fijn en is allemaal mooi, maar het is niet per se wat nu deze maand morgen het verschil gaat maken. En als jij denkt, ik heb de komende maand of 2 maanden heb ik meer omzet nodig, wil ik meer klanten binnenhalen. Laat dat soort dingen dan juist nu even achterwege en focus je op de dingen die wel gaan helpen en wel het verschil gaan maken. En die gewoon simpel en helder en concreet zijn om nu toe te passen. Dus daarom een focusmaand
elke dinsdag om 10 uur dinsdagochtend geef ik een gratis online masterclass over focus en een specifiek onderwerp. Je kan gratis aanhaken. Het wordt een soort van live coaching call eigenlijk, zoals ik dat ook met mijn klanten doe. Ik ga een half uur, drie kwartier met je aan de slag. En dan daarna hebben we nog een kwartier voor vragen. En je kunt je aanmelden. Ik zal even weer de link hieronder in de beschrijving toevoegen. En als je die niet kan zien, ga dan naar iamgroots.com/focus. En daar kan je je aanmelden voor één of voor alle vier de workshops. We beginnen op 5 november met de masterclass Focus en meer klanten krijgen. En die wordt sowieso heel erg leuk en heel helder en concreet. Dus als je erbij wil zijn, meld je aan. Je bent welkom. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En dat is ook meteen een van de masterclasses gaat namelijk ook over geld. En daar wil ik het met je vandaag over hebben. En ik vind geld dus ook een heel leuk onderwerp om het over te hebben. En tegelijkertijd weet ik dat heel veel mensen het een heel moeilijk en ingewikkeld en beladen onderwerp vinden. Ik weet nog, afgelopen zomer gaf ik voor de eerste keer de Summer School over zichtbaar worden. Hoe kan je jezelf nou op laten vallen in deze markt, in jouw markt? Hoe kan je jezelf een groter bereik opbouwen voor jezelf en jouw bedrijf? En ik weet nog dat het daar in een coaching call ook kwam op het punt geld. En ik stelde, volgens mij was het de vraag, hoeveel wil je verdienen? En een van de deelnemers die zei, dat is wel een hele directe vraag. Gaan we het hebben over geld? Dus ik zo, ja, we gaan het zeker hebben over geld. Waarom niet? Hij zei, daar praten we toch niet over? Dus ik zo, zeker wel. En ik ook zeker wel. Dus wat zou je willen verdienen? En ik vond dat zo'n leuke opmerking eigenlijk van hem. Omdat hij was me eigenlijk gewoon een beetje aan het plagen. Want hij vond het ook prima en leuk om over geld te spreken. Maar ik weet nog dat ik wel daarover ging nadenken van, oh ja, geld is natuurlijk zo'n, voor velen, zo'n ingewikkeld onderwerp. En daar mag je niet over praten. Je mag niet te veel willen misschien. Je moet er niet te veel de focus op leggen. Geld is de oorzaak van heel veel problemen en leed in deze wereld. Terwijl ik vind dat geld ook juist iets heel erg fijns is. Want als je geld hebt, kun je hele mooie dingen doen. Kun je hele mooie dingen opzetten, uitwerken, in de wereld zetten. Andere mensen helpen. En waarom zou je niet mogen uitspreken hoeveel geld je zou willen verdienen? En zeker als je ondernemer bent en dit luistert, het is geen charity wat je aan het doen bent. Het is wel met de bedoeling om een ander te helpen of om iets goeds te brengen in de wereld. Maar waarom zou het verkeerd zijn om daar geld voor te mogen ontvangen? Ik moet ook weer even terugdenken aan een aantal gesprekken die ik had, eigenlijk één in het bijzonder. En dat is ook weer afgelopen zomer geweest. En dat was eigenlijk ook de aanleiding voor deze podcast. Na de Summer School, omdat het zo goed werkte en ik het zo leuk vond om met zo'n groep aan de slag te gaan, besloot ik dus om een nog meer uitgebreide en nog meer fundamenteel programma aan te bieden. En dat werd het groepsprogramma Grootgaan, daar heb ik het al vaker over gehad. En ik sprak daar een aantal mensen voor die daar interesse in hadden en die dat overwogen. En één vrouw die zei me van, ik vind het echt super interessant en ik voel heel erg dat ik het moet doen. En dit gaat me zo helpen. Het is wel veel geld. En ik heb het geld wel, maar ja, ik weet niet zo goed of ik dat. Ik vind het ook wel heel spannend om dat dan uit te geven. En ik krijg wel vaker mensen aan de telefoon die heel erg moeite hebben om geld te investeren. En ik vind het een heel interessante vraag hoe iemand dan kijkt naar het begrip geld en naar het begrip geld uitgeven. Want wat ik me realiseer is dat in dit geval die vrouw waar ik mee in gesprek was, die ziet geld uitgeven als geld verliezen.
Dus ik geef mijn geld uit aan een programma in dit geval of aan wat dan ook. En daarmee verlies ik het. Misschien kan je het voelen dat je ook op die manier ernaar kijkt. Of misschien denken, ja, maar dat is toch logisch, want je geeft het uit. Dus je verliest het daarmee toch. Maar dat is niet hoe ik ernaar kijk. En dat heb ik toen ook met haar besproken. Toen zei ik, joh, het is een zakelijke investering die je gaat doen. Bij iets waar je heel enthousiast van wordt. Bij iets wat je heel erg weet dat het je verder gaat helpen. Waarom voelt het dan alsof je iets verliest als je daarin zou stappen? Waarom denk je niet aan alles wat je hiermee gaat winnen en gaat ontvangen? Want ja, je doet een investering, maar een investering zegt het al, daarmee krijg je dus weer iets terug. En als jij het bekijkt als in ik ga iets verliezen, dan zal je dat ook krijgen, dan zal dat ook gebeuren. Maar als je het kunt bekijken als ik investeer iets en daarvoor krijg ik dit en nog veel meer terug, zul je op een hele andere manier en met een andere energie dat geld kunnen investeren en zal ook het resultaat wat je ervoor terugkrijgt heel anders zijn. En ik heb een boek gelezen al een heel aantal jaar geleden en dat is heel interessant ook als jij zelf ook wel worstelt met het begrip geld en geld uitgeven. En dat boek heet het boek van overvloed en dat gaat over geld is energie, is kracht, is liefde. Volgens mij gaat het over geld is kracht en liefde. Dus dat dat gelijk is. En als jij ook een fan of een firm believer bent van de wet van de aantrekking, dan weet je dat alles energie is. Dus ik ben energie, jij bent energie, de bank waar misschien je nu op zit is energie. Of de telefoon die je nu in je hand hebt omdat je hier naar luistert is energie. Alles is energie. Dus geld is ook energie. En als jij dat bekijkt als in ik raak iets kwijt, ik verlies iets, dan zal je ook datzelfde terug ontvangen. Dus je krijgt wat je uitstraalt. En dat boek vond ik heel interessant, omdat dat uitgaat dus van het begrip dat geld eigenlijk niet meer is dan kracht en liefde. Dus hoe jij over geld denkt, denk jij ook over kracht en liefde. Dus als jij denkt van ik ben het niet waard, kijk dan eens eerlijk of die overtuiging ook op die andere twee vlakken van kracht en liefde zit. Als jij denkt geld is de oorzaak van problemen en narigheid in de wereld, hoe denk jij dan over kracht en liefde? En ik zou echt je aanraden om dat boek eens te lezen. Ik zal hem ook hieronder eens linken. Het is echt een mega interessant boek. En het heeft mij echt nog meer of nog anders laten kijken naar geld. Ik had nooit echt ook al heel erg een oordeel over geld. Dat het iets vies is of iets naars. Maar ik voelde voordat ik daarmee aan de slag had, ging wel nog een soort afhankelijkheid ervan. En ik besefte me dus van ja, ook al vind ik geld iets geweldigs en wil ik er graag bij zijn en is het van harte welkom, toch maakte ik nog mijn leven en mijn geluk daarvan afhankelijk. En als je dat ook weer gaat vertalen naar bijvoorbeeld die kracht en liefde, is het heel erg interessant, want dat zegt dus dat je jouw geluk afhankelijk maakt van de liefde van een ander, of de kracht of de energie van een ander. En dat is niet wat je wil, want je wil het echt uit jezelf halen en het mag een verrijking zijn van je leven. Net zoals dat een geweldige relatie is met iemand, een geweldige verrijking is van je leven. Maar het is niet dat jouw leven daarvan afhangt. En dat zou het ook niet moeten doen, want als je jezelf daarvan afhankelijk maakt, plaats je jezelf dus ook automatisch in een minderwaardige positie. Nou, nu even terug weer naar geld. Ik had daar deze week ook weer een mega interessant gesprek over met een vriendin. En zij zei letterlijk tegen mij van ja, het voelt alsof ik weer tegen een soort plafond aan zit met mijn bedrijf en met mijn omzet en met mijn winst. Dus ik ben met ontzettend mooie dingen bezig. Ik heb ontzettend mooie klanten. Maar het voelt alsof ik niet door dat glazen plafond heen kom. Dus dat ik maar daartegen aan blijf duwen, daartegen aan blijf vechten en ik kom er maar niet doorheen. Dus toen gingen we daar eens over verder sparren.
En waar we achter kwamen was heel interessant. Ze was bezig met de organisatie van iets. Maar dat voelde tegelijkertijd ook als best wel groot en spannend. Want het was iets nieuws. Een aantal dingen die meer in de praktische zin daarbij komen kijken, was niet per se waar zij nou heel erg blij van wordt, wat ze heel leuk vindt. En doordat ze daarmee zo groot ging maken in haar hoofd, kwam er eigenlijk ook niks van de grond. Dus ik vroeg aan haar, ik zeg, waarom huur je geen hulp in om je te helpen bij al die praktische dingen die je voor dat project moet regelen? Zodat jij je daar niet mee bezig hoeft te houden en jij echt vanuit jouw intentie en vanuit je zone of genius kunt werken aan het realiseren van dat project. Want het kwam vanuit de intentie die heel zuiver en heel mooi was en waar je heel erg blij van werd en heel erg aanging. Dus waarom laat je jezelf nu beperken door al die randgedachtes van en de randzaken van alle praktische organisatiedingetjes, terwijl je dat heel makkelijk ook zou kunnen uitbesteden aan iemand die dat heel erg leuk vindt en daar heel erg goed in is. En dat was een heel interessant punt waar we toen opkwamen. En toen zei ze, ja, maar ja, ik weet niet of ik dat geld daaraan wil uitgeven. Ze zei ik, ja, maar waarom niet? Zei ze, ja, maar ja, dan mijn omzet groeit nu ook nog niet zoals ik wil dat het groeit. Dus ik wil dan nu niet extra geld gaan uitgeven en mijn kosten omhoog brengen. Dus ik zei, ja, maar waarom zie je het dan nu als dat jij geld gaat uitgeven waar je dan vervolgens niks voor terugkrijgt? Want als het betekent dat jij geld investeert in hulp inhuren, waardoor het jou lukt om dat project fijn op een fijne, relaxte en zuivere manier van de grond te krijgen, daar, met dat project kun je toch juist weer allemaal nieuwe fijne klanten voorzien en aantrekken. Dus die investering die je nu doet is toch eigenlijk maar heel klein in verhouding tot datgene wat je er straks voor terug gaat krijgen. Want daarmee krijg je dus weer veel meer leuke, nieuwe, fijne klanten. Alleen het vraagt nu voor jou aan de vooravond daarvan dat je bereid bent om jouw project serieus te nemen en daar ook een investering in te doen. En we hebben het echt over, nou ja, hoeveel zou je moeten investeren in hulp? Het zijn niet heel veel rare grote dingen, dus misschien een paar honderd euro. Waarom ben je niet bereid om een paar honderd euro te investeren om vervolgens daar duizenden euro's weer voor terug te mogen ontvangen en heel veel mensen weer te mogen helpen met dat wat jij zo goed kan en wat jij in dat project wil stoppen? En dat was zo boeiend, want ik zei, ja, je legt letterlijk je eigen glazen plafond er nu op. Want jij bent gewoon, jij vindt het gewoon super spannend om geld te investeren en uit te geven, omdat je bang bent dat je daarmee het verliest, terwijl je bezig moet zijn met wat je daarvoor terug gaat krijgen en hoe je daarmee nog veel meer mensen mag gaan helpen. En je hebt het over jouw zone of genius. Waarom vind je het zo moeilijk om jezelf in die zone of genius te zetten en andere mensen je te laten helpen? Want juist als jij vanuit die zone of genius werkt, kun je veel sneller groeien en kun je jouw energie op de juiste manier besteden. En zul je de juiste dingen doen en kun je dus veel sneller, veel meer to the point, effectief de juiste mensen aantrekken en de volgende stappen zetten met je bedrijf. Dus ik begrijp wel als je er zo in staat dat je dat glazen plafond zo voelt, want dat is letterlijk wat je er zelf oplegt. Dat is letterlijk wat je zelf creëert. En dat was echt een hele mooie eye-opener voor, nou ja, voor ons beiden eigenlijk. Hoe we geneigd zijn om zo naar dingen te kijken en investeren als iets heel spannends te zien en bezig te zijn met wat we verliezen in plaats van wat we daarmee zullen winnen. En ik weet ook nog dat toen ik mijn eerste serieuze business coach inhuurde, dat was 5.500 euro, dat ik toen ook dacht van zo, ja, is best een hoop geld. Maar dat ik ook zeker wist van ja, maar dit ga ik makkelijk weer terugverdienen. En waarschijnlijk ook heel erg snel. En dat is ook wat er gebeurde. Want binnen 6 weken had ik dat bedrag alweer terugverdiend. Het vroeg alleen van mij, vooraf vroeg aan mij om vertrouwen te hebben en om die sprong te wagen. En te investeren in iets wat mij zou helpen groeien. En wat mij altijd heel erg helpt en wat ik ook tegen afgelopen zomer tegen die vrouw in kwestie zei, van joh, probeer er naar te kijken alsof het een rivier is.
Dus geld, energie, liefde, inspiratie is een rivier. En hoe meer jij mee durft te gaan en mee durft te geven aan de stroom, hoe meer ook de stroom kan blijven stromen en komt er ook weer nieuwe, mooie, fijne dingen komen ook weer naar jou toe stromen. En hoe meer jij in die rivier van geld het blokkeert door heel erg op je geld te gaan zitten en heel erg het vast te houden met het idee van als ik nu deze investering doe, dan verlies ik het. Je bent letterlijk een soort van dam aan het bouwen in die rivier. En daarmee kan het dus niet doorstromen, maar kun je het ook niet ontvangen. Dus als jij het blokkeert met jouw energie van het krampachtig vast willen houden en iets niet willen verliezen, zal je ook dus die stroom naar je toe blokkeren. Dus als je het kan zien als een rivier, hoe meer en hoe fijner met minder weerstand jij het kan doorgeven, hoe makkelijker en sneller en met minder weerstand je het ook weer mag ontvangen. Dus kijk er eens naar op, vanuit dat oogpunt en probeer er naar te kijken van wat heb ik ermee te winnen als ik hiervoor ga, in plaats van ik verlies het geld en ik krijg er niks voor terug. Ik had laatst ook nog een heel leuk gesprek met iemand die ook aan het nadenken was over een traject en een hele leuke eigenwijze man. En hij zei ook van ja, maar hoe weet ik nou of ik dan niet 2000 euro gewoon weggooi? Ja, dat vind ik dan wel veel geld. En ja, ik weet helemaal niet wat ik dan ervoor terugkrijg. En als je al vanuit die houding erin gaat, doe het dan. Dat gaat je echt niet helpen. Doe het dan niet. Dus ik zei ook, ja, als je er zo naar kijkt, doe het alsjeblieft niet. Want het gaat je helemaal niet helpen. Als je ergens instapt, moet je voelen van ik ga hierin omdat ik dit graag wil en omdat ik hier weet dat ik hier weer van alles uit kan halen. Maar als jij al van tevoren zo denkt van ja, ik ga dit 2000 euro nu weggooien en ja, weet je, dan ben ik het kwijt en dan zit ik nog meer in de stress financieel. Ja, weet je, doe het niet, want het gaat je helemaal niet helpen. Dus probeer jezelf eens te trainen en aan te leren om op een andere manier naar geld uitgeven te kijken en als een soort van rivier te zien waarin je dingen mag doorgeven, zodat je ook weer mag ontvangen. En ja, denk voor jezelf eens na ook hoe je daar tot op heden naar hebt gekeken. Dus wat voor investeringen heb je gedaan of heb je niet gedaan omdat je het niet aandurfde of omdat je toch heel erg nog zat op van ja, wat kost me dat dan en wat verlies ik dan daarmee en wat voor problemen creëer ik dan daarmee? En hoe heeft dat je tot nu toe belemmerd? Ga daar eens voor jezelf induiken. Schrijf dat eens voor jezelf op. Ik ben heel erg benieuwd wat je daar voor jezelf kan uithalen. En kijk ook eens op je bankrekening. Want je bankrekening is een hele mooie, afspiegeling van hoe jouw money mindset nu verkeert. In wat voor staat die is. Dus ga dat eens doen. Ik ben benieuwd wat dat je voor inzichten gaat brengen. Als je hier meer mee wil met het stuk over geld en over geld verdienen en over die mindset en je energie daarachter. Als ik het goed zeg uit mijn hoofd, op 19 november geef ik een masterclass tijdens de focusmaand over geld. Focus en geld en geld verdienen. Je kunt je dus daarvoor aanmelden, gratis via de link. Het wordt sowieso leuk en interessant. En ja. Let's talk money then. Dus als je het een interessant onderwerp vindt, als je daar nog heel wat in te groeien hebt, als je daar anders naar wil kijken en meer geld ook wil leren ontvangen, meld je aan. En voor nu wens ik je een heerlijke fijne dag en spreek ik je gauw weer in de volgende episode. Heel veel liefs. Dankjewel voor het luisteren naar deze episode. Ik vind het zoals altijd echt superleuk om te zien wie er luistert. Dus als je de aflevering leuk vond, maak dan even een screenshotje van de episode en deel deze op Instagram. Je kunt hem delen op je stories of op je feed en vergeet me dan vooral niet te taggen, zodat ik kan zien dat je luistert. En je vindt mij op Instagram onder de naam @siska_iamgroots. Wil jij nou ook echt doorgroeien met jouw bedrijf? Wil jij grip op je bedrijf en grip op je klantenstroom?
Download dan mijn gratis one-pager waarin ik je in 4 stappen hierdoorheen leid en deel met je hoe jij dit ook voor jou kunt laten werken. Dus wil je groeien, wil je grip op je bedrijf, wil je dat het niet meer voelt als een toeval dat je weer nieuwe klanten krijgt? Download dan de one-pager hieronder via de link of ga even naar de website iamgroots.com en download hem daar gratis. Heel veel succes, heel veel plezier en tot de volgende!